Voor mijn part reguleren we alle huren. Daar ben ik al voor. Hè? Maar dan moet het wel op een manier gebeuren, of zoals het Duitse systeem, waarbij je nog wel het rendabel blijft om te investeren. Hoe repareren we de vastgelopen woningmarkt? Doen we dat door meer te bouwen, meer te reguleren, of zijn er nog andere oplossingen? Nou, deze vragen en meer ga ik vandaag beantwoorden met niemand minder dan Peter Boehouwer. Hij is hoogleraar Housing Systems bij de TU Delft. Peter, van harte welkom in de podcast van de Real Estate Masterclass. Dankjewel. Ja, tof dat je de tijd hebt genomen om met ons te spreken en van gedachten te wisselen over de woningmarkt. Want we hebben een grote opgave. Ja. We hebben een woningnood. Daar komen we zo over te spreken. Ja. Nou, je bent dus hoogleraar Housing Systems. Ja. Misschien dat je zo kunt duiden wat dat eigenlijk is, ja. Housing Systems. Maar eerst, waar ik benieuwd naar ben, want ja, je wordt heel veel gevraagd aan talkshowtafels en heel veel programma's. De vraag die mij oppopt is van, ja, wat spreekt jou zo aan in de woningmarkt? Want je bent dus hoogleraar. Wat is de fascinatie van jou met de woningmarkt? Nou, dat ben ik eigenlijk al toen ik een jaar of 20 was. Toen ik studeerde, ben ik daarmee in aanraking gekomen. Dat was de tijd van geen woning, geen kroning. Hè? Er was ook enorme woningnood. Ook in Amsterdam, rellen. Ik speelde toen ik ook in een punkbandje. Oké. Dus dat ging allemaal maatschappij kritisch. En ja, en dat had natuurlijk ook heel erg met mijn studie te maken. Ik studeerde sociale geografie, met stadsgeografie en wonen. Nou, en dan met die maatschappelijke opgave. Dus zo ben ik er eigenlijk ingerold, zullen we maar zeggen. Ja, en het onderwerp is zo rijk, hè? Als je het in de diepte wil gaan bestuderen. Het is waanzinnig interessant. En iedereen heeft ermee te maken. Hè? Ik bedoel, iedereen woont. Je hebt te maken met economische vraagstukken, maar ook sociale vraagstukken. Ik ben zelf bijvoorbeeld bestuurslid van het kenniscentrum aanpak funderingsherstel. Nou, dat is dan weer heel technisch. Ja. Dus het is gewoon een ontzettend mooi onderwerp. En ja, wat je eigenlijk aangeeft, er zijn altijd vraagstukken die je kunt oplossen. En ja, en als je dus onderzoek wilt doen, heeft ook nog eens heel veel data. Dat is ook een voordeel van de woningmarkt. Zeker in Nederland hebben we gewoon hele goede bestanden en data. Dus je kunt ook nog heel leuk onderzoek doen. Nou, als je dat allemaal combineert, dan is dat ook een heel mooi onderwerp. Ja, zeker. En het wordt steeds ook meer data gedreven. Er zijn heel veel platforms die online gekomen zijn en waar wij als beleggers gebruiken ook heel veel data om beslissingen te nemen van, hey, is het een interessant project, ja of nee? Ja. Heel veel is meer transparant geworden. Een kadaster is bijvoorbeeld heel toegankelijk. En andere platforms zoals Water Living en andere platformen die daar een rol in spelen. Maar goed, jij bent dus intrinsiek gemotiveerd vanuit de studie en vanuit het verleden. En maatschappelijke vraagstukken. Dat jij dus hebt gezegd van oké, ik ga me volledig focussen op de woningmarkt. Ja. En dat heb je met succes gedaan, want je wordt niet voor niets gevraagd door allerlei programma's. Ja. En je hebt je eigen programma, begrijp ik ook net, bij RTL Z. Huisindex, ja. Ja. En wat misschien de vraag die, want wij spreken heel veel beleggers aan. Wij beleggen zelf natuurlijk en wij helpen mensen met beleggen in vastgoed. Ja, ja. Heb jij ooit zelf een belegging gedaan in het vastgoed? Nee, dat vond ik altijd, moet je gescheiden houden. Dat vind ik ook professioneel niet handig om dat te doen. Doe ik niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik zou kunnen zeggen van, want ja, je deed heel vaak je visies over ook de beleggers. De institutionele beleggers, particuliere beleggers. Los van heb ik ook helemaal geen tijd voor. Dus dat is, ja, je bent een druk persoon. Daar gaan we zo meteen natuurlijk over spreken. Nou, een van de vragen die ik meteen voor jou heb is, jij hebt onlangs, ben je ook geïnterviewd, en toen heb jij de huizenmarkt, heb jij een zieke patiënt. Ja, dat was bij RTL Z. Die niet snel beter wordt. Ja. Als ik dat zou beluisteren, denk ik, dat is toch wel, het klinkt niet erg hoopvol. Kun je misschien aangeven waarom je die uitspraak gedaan hebt? Ja, nou ja, we moesten toen aan het einde moesten we iets, een algemene uitspraak moest ik doen. Dus dat dacht ik van, nou, dan, hoe staat de woningmarkt ervoor? En ik geef ook wel eens aan, ik word nu dit jaar hoor ik 66. Maar of ik het nog mee ga maken dat we dat kortop gaan lopen, dat moet ik nog maar zien. Hè. Dus het is een zeer hardnekkig probleem aan het worden. En het probleem wat ik zie is dat we eerder verder weg van de oplossing komen dan dichterbij. Hè. Dus we gaan de komende 2 jaar weer minder woningen toevoegen. Ja. En je ziet dat de bevolking alleen maar verder groeit. En je ziet beleid wat gewoon niet de problemen oplost. Dus ik ben daar. Ja, dat is, en je ziet ook dat grote groepen echt buiten de boot vallen. En dat we ook economisch geraakt worden. Hè. De discussie rond ASML van we gaan vertrekken. Heeft deels te maken met de infrastructuur. Hè, maar ook wel met de woningen die gewoon er niet zijn, de voorzieningen. Dus het raakt ons enorm. En ja, ik zie. En dan hebben we nog beleid wat. Ja, wat toch wel vrij complex is en wat neem de fiscus, daar komen we misschien nog over te praten, maar wat absoluut niet helpt. Ja, dus ik ben toch wel vrij pessimistisch geworden eigenlijk, ja. Ja, en wat critici ook zullen zeggen, en je refereerde net aan in de introductie, van nou, je bent sinds je studietijd ben je al met dit onderwerp bezig. Ja. Critici zeggen ook van ja, die woningnood, dat wordt nu wel
voor politiek gewin wordt het nu uitgenut. Maar die woningnood of het woningtekort is eigenlijk van alle tijden. Ja, maar niet zo in deze mate. En dus we hebben, als je het vergelijkt met... We hebben natuurlijk niet goede cijfers van na de oorlog. Maar sinds 1970 is dat tekort gewoon statistisch. Je kunt het op heel... Het gaat te ver voor deze podcast. Maar je kunt het op heel veel verschillende manieren duiden. Maar kijk alleen al eens naar de wachttijden in de sociale huursector. Ik kan het niet herinneren dat er in Purmerend 20 jaar wachttijd was. Of in Amsterdam meer dan 10, 15 jaar. Dat kan ik me niet herinneren. Maar hoe kan het? Hoe kan dus het eigenlijk? Dat en aan de andere kant zie je ook dat die koopprijzen natuurlijk enorm zijn gestegen. Ook om vanwege die schaarste en die druk die erop zit. En je ziet het zelfs in de ongereguleerde particuliere huursector met exorbitant hoge huurprijzen. Nou, dat heeft gewoon te maken met schaarste. Dus en dat laat het al zien. En als je gewoon officiële berekeningen... Ja, we hebben een tekort van ruim 400.000 woningen. Dan berekent dan. En dat gaat oplopen richting de 500.000 de komende paar jaar. Ja, dat zijn toch wel hele grote aantallen. Ja, zeker. Dat zijn ongehoorde aantallen. Ja. Anderzijds geeft het ook weer kansen. Die zullen we zo natuurlijk gaan bespreken. Ja, er moet een hoop gebeuren. Ja, ja. Dat is een hoop werk aan de winkel, ja. Ja, maar het grappig dat je daar zelf aan refereert. Want je geeft zelf aan van... Oké, we hebben zo'n lange wachttijd voor sociale huurwoningen. Ja. Anderzijds heeft Nederland, is Europees kampioen volgens diezelfde statistieken in sociale huurwoningen. Hoe kan het dan dat die wachtlijsten zo lang zijn, terwijl we de grootste sociale huurwoningvoorraad hebben van Europa? En als ik naar Amsterdam kijk, waar ik zelf heel veel beleg, is bijna de helft van de woningvoorraad is sociaal. Ja, dus stukje minder wel hoor. Maar, ja. Of ja, misschien is het nu 40%, maar ja. Hoe kan het dat het zo... Ja, dat het dan zo scheef loopt. Nou ja, omdat er is überhaupt een tekort aan woningen. Dus in onze buurlanden, hoe heet het? In België en Duitsland heb je 6% sociale huurwoningen. Maar daar heb je een enorme druk. Daar worden ze in de particuliere huursector gehuisvest in Duitsland. En in België ook voor een deel. En dan veel meer koop ook. Maar daar heb je ook die schaarste. Alleen ja, bij ons zit het dan vooral in de sociale huursector. Dus dat maakt in principe niet uit. Wij hebben natuurlijk wel ten opzichte van met name België en Duitsland is onze bevolking wel veel harder gegroeid. Hè? Als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt, dan hadden we niet eens veel meer. Ja, geloof ik een miljoen meer of zo. Dan België. En nu zitten we, ja, ik ga België 13, 14 maken, ik weet niet precies, maar we hebben echt veel meer inwoners dan België. Ja. En ook onze bevolking groeit natuurlijk ook omdat we het economisch zo goed doen, groeit gewoon heel erg hard. En je hebt natuurlijk in Duitsland hele gebieden waar krimp is en geweest is. En ook daar zie je dat in de hotspots in Hamburg en in Frankfurt en in Berlijn. Sorry, Berlijn valt mee, maar in München. Daar is een enorme druk, is het ook onbetaalbaar. Er zijn ook hele hoge prijzen. Dat is vergelijkbaar met Nederland. Ja. Zelfs nog een graadje erger misschien. Ja. En dat zie je natuurlijk in Londen, Parijs ook. Dus die sociale sector, we hebben gewoon te weinig woningen ten opzichte van het aantal huishoudens. En dat kwam misschien straks wel op hoe dat komt. Maar, ja. En we hebben natuurlijk, ja goed, je hebt natuurlijk, wat is het? We hebben natuurlijk heel veel mensen met gewoon een bescheiden inkomen. Een mooie, ja. Het is gewoon zo. Zeker alleenstaanden, ja, die hebben, ook als ze modaal verdienen, dan hebben ze natuurlijk nog geen mogelijkheden om in de vrije markt iets te vinden. Ja, dus ja. Er is ook een enorme potentiële vraag naar dit soort betaalbare woningen. Ja, ja. Nou, inderdaad, we kunnen vaststellen dat het woningtekort inderdaad het is van alle tijden, maar niet in deze mate. Ja, maar niet in deze tijden. Niet in deze mate. Het tekort is gewoon veel groter dan historisch gezien, statistisch gezien, dat we kunnen terughalen. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog was het ook. Ja, dus, maar als we dan zo meteen gaan kijken naar de oplossingen, daar komen we zo over te spreken. Ja. Maar waar ik nog even benieuwd naar ben, in de tussentijd, het is politiek gezien, is dus vastgesteld van we hebben een grote opgave. Nou, er zijn een aantal maatregelen doorgevoerd, waarvan ik even benieuwd naar ben hoe jij daarnaar kijkt. Die zijn bijvoorbeeld, beleggers wordt heel veel verweten van, we hebben heel erg bijgedragen aan het tekort en de schaarste en de prijsstijgingen. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt en ook kijken naar, we hebben nu een aantal maatregelen, bijvoorbeeld de opkoopbescherming, we hebben fiscale maatregelen. Hoe effectief zijn die maatregelen nu gebleken, nu ze zijn doorgevoerd, in het eventueel terugdringen van het tekort? Ja, dan haal je wel heel veel uit de kast natuurlijk. Hè? Kijk, ik denk dat we, om dat tekort terug te dringen, moeten we pak een beet 350 miljard gaan investeren. Volgens mij hebben we dan iedereen nodig gewoon. Dus je hebt eigenaar-bewoners nodig die een woning willen kopen. Je hebt corporaties nodig die gaan investeren in betaalbare huur. En misschien betaalbare koop en ook wel middenhuur. En je hebt ook privaat kapitaal nodig, anders ga je het gewoon niet redden. En dus je moet ervoor zorgen dat al die investeerders in principe kansen hebben en mogelijkheden hebben. Nou, misschien kunnen we ze even afpellen. Hè? Dan hebben we de corporaties. Nou, die hebben gelukkig, doordat die
Ja, dat is ook een uniek, hè, dat je corporaties een verhuurderheffing, een belasting oplegt. Er zijn een paar dingen, als ik in het buitenland kom, dat gelooft men gewoon niet. Hè. Dat moet je drie keer uitleggen. Ja, dat is een geintje, zeggen ze dan. Is dat je belasting oplegt aan corporaties, aan sociale huurwoningen. In de meeste landen zit daar subsidie op. Hè. Bij ons zit belasting zat erop. En dat je eigen woning bezit, dat je hypotheekrente aftrek hebt. In die mate die wij hebben. Dat begrijpt men ook niet. Dat zijn dat zijn nou ontwikkelingen van het systeem, kun je zeggen. Dat is helemaal uit de hand gelopen. Nou goed, die sociale huurders moeten dus investeren. Maar dat heb ik allemaal berekend. Daar zit meer dan een ton onredabel op zo'n woning. Dan kun je je voorstellen, op een gegeven moment houdt dat een keer op. Ja. Zelfs als je de belastingen, zoals nu is gebeurd, afbouwt. Dus hun taakstelling is om 250.000 sociaal te gaan bouwen, 50 miljoen. Nou, eigenlijk met de huidige rentestand kunnen ze dat dan niet. Dus daar zul je wel wat moeten doen. Maar meer zit er überhaupt niet in. Nou, dan heb je de eigenaar-bewoners. Nou, daar is het wel belangrijk dat we de producten bouwen waar mensen in willen investeren. Nou, dus dat betekent niet heel veel dure koopappartementen in de lucht gaan bouwen. Want daar is naar verhouding wel vraag naar. Maar in veel mindere mate dan bijvoorbeeld grondgebonden of wat meer suburbane woningen. Dus je moet zorgen dat je in ieder geval een product aanbiedt. Het kunnen ook wooncoöperaties zijn, hè, die eigenaar worden van een complex of ouderen. Of CPO, maakt me allemaal niet uit in de stad. Maar je moet wel een product op de markt brengen waar vraag naar is. En dat doen we onvoldoende mate. Dus je ziet nu dat heel veel dure koopappartementen, dat stilvalt. Ja. Omdat mensen, daar is gewoon minder vraag naar. En zeker met de huidige rente. Nou, en dan hebben de particuliere investeerders en de institutionele beleggers, die staan ook voor behoorlijk wat woningen aan de maat. En die hebben we gewoon ook nodig. En we komen straks nog op de kleine particuliere investeerders terug. Ja, die hebben natuurlijk het stempel van de huisjesmelker op. En dat is het woonprotest, heeft daar ook heel erg op ingespeeld. Ja, terwijl ze wel tot 5.000 tot 10.000 woningen per jaar toevoegen. Dus ja, ook die hebben we gewoon nodig. En allemaal, en als je maat, en je kunt natuurlijk niet, hè, sommige partijen kiezen voor die groep, die andere voor die. Hè, politieke partij heb ik dan over. Ik denk dat we ze gewoon, als we die 900 of bijna die miljoen huizen, 981.000 woningen inderdaad willen bouwen, hebben we gewoon al die groepen gewoon keihard nodig. Ja. En het vervreemden van die investeerders, wat nu gebeurt, is natuurlijk bijzonder onverstandig. Ja, inderdaad, die groepen zijn nodig. Maar juist die groepen waar ik toe ook behoor en anderen, dus de particuliere beleggers, die worden, als het ware worden wij een soort van tegengewerkt. Dat bedoel ik net ook aan te halen van er zijn meerdere maatregelen genomen om ons aandeel te verminderen of te remmen, als het ware. Van noem het maar even de opkoopbescherming. Dus wij mogen geen woningen meer kopen onder een bepaald bedrag en die mogen we dan niet meer verhuren. Maar er worden fiscale maatregelen jegens ons genomen in box 3. De wet betaalbare huur. Nou, je hebt natuurlijk wel een aantal collega's die er echt een puinhoop van gemaakt hebben. Ja. Dus dat de politiek, en dat vind ik ook wel het zelfreinigend vermogen van de sector, had wel wat groter mogen zijn. Jullie hadden wel meer kunnen opstaan tegen je collega's die er echt een rommeltje van maken. Matrassenverhuur. De wijze waarop arbeidsmigranten verhuurd worden. Dus het merendeel, zeker van de kleine particuliere beleggers, die zijn heel zuinig op hun woningen, juist als mijn ervaring. Ja, die doen het voor hun pensioen. Die doen zelf vaak ook het onderhoud. Die zijn daar heel erg mee begaan. Maar het algemene beeldvorming is toch heel negatief. En die komen natuurlijk ook in het nieuws. Dus zo'n wet goed verhuurderschap. Ik denk dat jullie alleen maar helpt. Zeker. Ik ben daar zeker voor. Vanuit dat perspectief is er wel degelijk reden om heel kritisch te zijn naar een aantal van die verhuurders. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Aan de andere kant, jullie voegen ook echt iets toe door namen, wat jij ook doet, bestaande panden, ook zijn er niet woningen, op te kopen en te transformeren. Want dat doet een institutionele belegger helemaal niet. Ja, dat is te klein en te... Dus ik zit bijvoorbeeld zelf bij Knarrenhofjes. Dat is zo'n club die bouwt gekluste woonvormen voor ouderen. Dat kan in een appartementensfeer, maar er zijn ook veel hofjes. Ja, die beleggers krijgen we niet. Die vinden het allemaal te klein. Terwijl eigenlijk willen we daar middenhuur ook in, om een voorbeeld te geven. Dus dat laten ze gewoon liggen. En dan is daar natuurlijk voor kleinere investeerders. En dan praat je soms niet alleen maar over mensen die 2 of 3 panden hebben. Maar soms hebben ze er ook 10 of 20 of 100. Hè. Die heb je ook natuurlijk. Ja. Zitten dan wel in box 3 of 2 natuurlijk vaak. Maar goed, nee, daar is en juist die particuliere huursector, die heb je gewoon ook in een goed functionerende woningmarkt. Die is die gewoon heel erg belangrijk als een soort, toch een vluchthaven als je snel een woning nodig hebt. En ook om in de stad te komen. En als je natuurlijk alles via de sociale huursector en via de koop organiseert. Ja, die koop is gewoon onbereikbaar voor mensen die de stad in willen.
bovendien, heel veel mensen willen voorlopig soms helemaal niet kopen. Sociale huur is kansloos, daar moet je gewoon heel lang in. Dus die particuliere huursector heeft ook voor steden een hele belangrijke functie. Alleen moet je het dan wel goed organiseren. Ja. En daar schort het natuurlijk momenteel. En wat je ook die maatregelen, daar is nog het probleem eigenlijk. Dat is een deel van die maatregelen zijn genomen met in het achterhoofd van, ja, we moeten die gasten eens goed aanpakken, want ze hebben een rommeltje van gemaakt. Maar een deel is ook onbewust gedaan. Die hele fiscale behandeling in box 3, die is helemaal niet gedaan om particulieren nou... Nee, dat is gewoon gedaan om het A, geld binnen te krijgen. Ja. En B, omdat de Hoge Raad een uitspraak had gedaan en ze moesten de wet aanpassen. Nou, toen hebben ze voor verter hebben ze iets berekend op basis van een periode dat de woningprijzen toevallig hoog gestegen. En zeg maar van, ja, ze hebben genoeg verdiend in het verleden. Ze kunnen nu wel wat meer betalen. Maar ja, zo werkt een investeerder. Die gaat niet zeggen, ja, mijn buurman heeft in het verleden veel verdiend. Dan neem ik wel met een heel bescheiden of een negatief rendement genoegen. Zo werkt het niet. Ja. Dus daar heeft men enorm. En de tweede fout die men maakt, is dat het is cumulatief. He, dus het is en de fiscale behandeling, het is en de splitsing, de opkoopbescherming, en het is de wet betaalbare huur. Ja, als je dat allemaal optelt, dan krijg je een situatie waarin het voor beleggers natuurlijk helemaal niet meer interessant is. En dan kan je nog zeggen van, nou oké, ik wil die beleggers niet. Nou, ik zou zeggen niet prima, maar dan moet je ook een alternatief hebben van groepen die dat wel willen oppakken. En zie ik voorlopig even niet hoor. Ja, want ook die groepen trekken zich terug, de institutionele beleggers. Ja. Als je puur kijkt naar het investeringsvolume van, noem het institutionele beleggers of particuliere beleggers. Het volume is fors afgenomen. Bouwvergunningen worden steeds minder afgegeven. Dus je ziet ook dat die maatregelen die genomen hebben, juist waarschijnlijk, hoe ik het zie, waarschijnlijk een averechts effect gehad. Maar wel op de investeringsbereidheid, dat is natuurlijk duidelijk. En ik denk, op zich is het denk ik heel erg goed dat je reguleert. Hè, dat je de excessen eruit haalt, want die zijn er gewoon. Ook ten aanzien van de huurprijs, ook hier in Amsterdam. Ja, dan hoor je af en toe vierkante meter prijzen. Die zeggen dat is gewoon uitbuiting. Dat je dat reguleert, dat is prima. Maar je moet natuurlijk wel zorgen dat er een redelijk rendement overblijft voor een investeerder. En dat wordt volstrekt vergeten. En daarnaast is het natuurlijk ook die 10,2% overdrachtsbelasting. Ja, inderdaad. Bizar. Ja. Hoe bedenk je dat? Dat is voor niemand goed. Dus dat is puur om de staatskas te spekken. En ja, dat kan vanuit de woningmarkt. Is dat natuurlijk, we noemen het ook wel de verhuisbelasting. Hè? Zo wordt die ook wel genoemd. Ja. Dat is natuurlijk vanuit de woningmarkt gezien een hele vervelende belasting. Ja. Ja, ja. Ja. Dus we kunnen eigenlijk vaststellen dat de effectiviteit van die maatregelen die zijn getroffen, daar valt over te twisten of het nou echt effectief is, ja of nee. Het neigt eerder naar een... Ze zijn deels genomen niet vanuit het optiek van de woningmarkt. Ze zijn deels genomen vanuit fiscale overwegingen. Ja. Ze hebben een enorme consequentie voor de woningmarkt. En dan heb je een aantal woningmarktmaatregelen die cumulatief op die fiscale stapelen. Ja, en dan krijg je een situatie, dan wordt het gewoon... En dan hebben we natuurlijk te maken, de pech is dat we te maken hebben met gestegen rente. Ja. Want als die rente nog zo laag was, was ook een ander verhaal geweest. Maar het is een combinatie van... En dat kan je ook de politiek wel verwijten, vind ik. Hè. Ik heb een essay geschreven een paar maanden geleden voor Omtzigt ook. Gewoon wat breder. Maar als je nou naar beleid kijkt, die woningmarkt is best wel moeilijk te sturen. Maar je kunt een paar dingen kan je doen. Je kan proberen om het in ieder geval wat anticyclisch te maken. Nou, dat hebben we iedere keer niet gedaan. Dus als de markt... vorige crisis slecht gaat, dan gaan wij nog eens even de knoppen aandraaien. Ja. En dat doen we nu feiten weer. De markt dreigt stil te vallen, in ieder geval af te nemen in de nieuwbouw. Gaan we weer allerlei beperkingen doorvoeren? Ja, doe dat nou niet op dat moment, maar doe dat op een moment dat wel kan. Dat is wel echt een probleem hoor. Ja, het is goed dat je er zelf aan refereert, aan dat essay dat je geschreven hebt in opdracht van Pieter Omtzigt, van SF, op verzoek. Ja, ja. Maar wat zijn nou de belangrijkste conclusies en aanbevelingen die jij hebt aan, noem het even, de politiek met dat rapport? Ja, nou, er zijn eigenlijk twee onderdelen. Ik heb 10 vraagstukken beschreven. Ik heb ze niet allemaal uitgewerkt, maar wel die vraagstukken die er spelen op de woningmarkt. En die hebben deels al met elkaar te maken. En ik heb voor de korte termijn heb ik oplossingen en voor de lange termijn. Nou, eigenlijk voor de lange termijn is het van belang dat we een soort eindbeeld ontstaat van hoe moet die goed functionerende woningmarkt er nou uitzien. En er zijn een paar dingen volgens mij die moet je dan regelen. Je moet een eigendomsneutraal woonbeleid moet je voeren. Dus dat betekent dat je koop en huur op een gelijkwaardige, dat is voor jullie ook veel beter, op een gelijkwaardige manier gaat behandelen. Want wat we nu doen in feite is dat systeem technisch kan dat eigenlijk niet. We zeggen van, we hebben enorme subsidies in de koopsector. Die renteaftrek loopt 8, 9 miljard.
Nou, we hebben aan de onderkant sociale huur. Dat wordt in feite onder de kostprijs verhuurd. En dan zeggen we, ja, dan hebben we een vrije huursector met niks. En die gaat ook nog eens heel veel belasting betalen. Ja, dat kan gewoon niet. Dus je moet naar veel meer, wat de meeste landen ook wel geprobeerd hebben, naar veel meer eigendomsneutraal. Dus subsidies niet afhankelijk maken van koop of huur. En natuurlijk kan je dan wel mensen ondersteunen. Je kan mensen, en wat ze in Duitsland ook doen, woongeld geven. Dan kan je ze wel in de koopsector gebruiken als in de huursector. En als je iemand hebt die wil kopen aan het begin van zijn carrière, kan je die wat extra ondersteunen. En een huurder die ondersteun je misschien wat langer, hè, tijdens als die huurt. Dus er zijn allerlei modaliteiten, denk maar. Maar het uitgangspunt moet zijn dat je het ongeveer op gelijke basis doet. Nou, dat, ik denk dat, ja, je kan het leuk vinden of niet, maar het staat wel in de grondwet, hè, wonen. Ja. Dus wat Blok heeft gezegd van, ik trek mijn handen ervan af en het is allemaal zaak van de regio en van de gemeente geworden. Het kan grondwetstechnisch eigenlijk helemaal niet. Ja, want hij zei dat de woningmarkt is af. Ja, ja. Oké, daar kan je ook veel over zeggen. Maar goed, het was toen, het was ook niet helemaal handig, maar los daarvan, je houdt als Rijk een regie, moet je een regie. En je hoeft het niet zelf te doen, maar je moet wel zorgen dat het systeem goed is ingericht. En als er zich knelpunten voordoen, ja, dat je dan ook kunt interveneren. Dus die Rijksregie, nou, dat heeft Blok Jonge goed gedaan. Hè? Dus veel meer regie. Regiewet is prima, vind ik. Maar even terugkomen op Stef Blok. Hè? Want hij had, wat ik nu vind, dat we, wat je ook uit de markt terugkrijgt. Maar Stef Blok had bijvoorbeeld wel, noem het even de Blokhutten. Daar kwam uit de Koropregeling. De regeling die stimuleerde dat de bouw van kleine compacte woningen, gestimuleerd werd, dat mensen die gingen bouwen. Ik heb daar zelf ook wat woningen meegebouwd en dat je dan 40 extra punten in de puntentelling kreeg. Ja. Maar vergelijkbaar, die regeling hield op eind 2022. Ja. Maar vergelijkbare regeling is er nu niet. Nee. En dat dus die stimulans om woningen te bouwen, die prikkel is er nu niet. Nee, dus, dat is voor die kleine woningen. Ja. Dat is natuurlijk een klein onderdeeltje, maar jullie hebben natuurlijk veel meer last van die hoge rente en van die fiscale maatregelen momenteel. Maar goed, maar dat zijn dus, even terug te kunnen. Nee, klopt, die heb je niet. Dat zijn er dus twee, maar je zou ook het grondbeleid toch anders moeten inrichten. Kijk, in feite, en daar moet je even goed over nadenken. Op korte termijn moet je gewoon het bestaande instrumentarium veel slimmer gaan inzetten. Hè. Dus bijvoorbeeld wet voorkeursrecht gemeente en onteigening, moet je veel eerder moet je dat toepassen. Dan voorkom je ook speculatie. Maar op de lange termijn moet je eigenlijk twee dingen doen, denk ik. Je moet zorgen dat als er een bestemmingsplanwijziging plaatsvindt, dat dan de waarde die daardoor ontstaat, dat die meer aan de gemeenschap toevloeit. Dus je mag iemand wel compenseren, maar niet zorgen dat daar een overmaat plaatsvindt. Want dat gaat allemaal ten koste van plankwaliteit. En wat je ook zou kunnen doen, is dat je gaat proberen om toekomstige opbrengsten van zo'n plan naar voren te halen. Clawback en... Want in feite, je spekt de toekomstige eigenaren ook. Hè? De WOZ-waardes gaan ook oplopen van de gemeente. Dus als je in staat bent om een systeem te hebben waarbij als het ware toekomstige opbrengst, dan kun je ook die plannen makkelijker organiseren. En dat hebben we natuurlijk ook altijd gedaan. Hè? Bij onze wederopbouw, bij de groeikernen, bij de Phoenix hebben we als samenleving altijd geïnvesteerd in die grote ontwikkelingen. En dat doen we ook voor 200 jaar. En nu zeggen we eigenlijk... Ja, nee, dan moet de markt het maar meteen organiseren. En de markt, dat zijn jij en ik, dat zijn de eerste gebruikers. Ja, dat is natuurlijk niet reëel. Nou, door dat grondbeleid anders te organiseren, kunnen we dat een klein beetje doen. Nou, en voor de rest denk ik dat het heel belangrijk is en dat er een politiek een norm gaat stellen voor betaalbaarheid. En dan speelt met name die betaalbaarheid speelt met name bij de allerlaagste inkomens. Daar gaat het mis. Dan zie je dat... bijna de helft van de mensen in de sociale huursector kan maatschappelijk niet rondkomen. Een kwart kan helemaal. Die zit bij de voedselbank. Die kan gewoon zijn basisuitgaven niet betalen. Dus daar zit echt een stevig probleem. En ik denk dat het wordt nu in het midden gelaten. Hè? Want het wordt deels via het inkomensbeleid gedaan. Het wordt deels via de huurtoeslag gedaan. En deels via de huurregulering. En we moeten die mensen beschermen. En hoe, dat maakt mij niet uit. Maar de politiek moet in feite... En wonen is iedere keer restpost ook daarin. Hè? Dat is ook vreemd. Je kan ook zeggen, we gaan eerst die huur eens betalen. Nou, hebben we te weinig om de ziektekosten te betalen. Zit daar een probleem. Maar we moeten dat probleem... Dus, en daar, dat moet de politiek doen. Wat vinden wij menswaardig bestaan aan die onderkant? En daar moeten dus ook die huren en moet de woningmarkt op zijn ingericht. Nou, dat zijn denk ik dingen die moet de politiek... Je moet lange termijn organiseren. En dan komen we op heel veel maatregelen voor de korte termijn. Er staan er tientallen in dat essay. Maar die hebben natuurlijk te maken met betaalbaarheid. Met hoe we bepaalde groepen... bijvoorbeeld de middeninkomensgroepen. Die vallen overal buiten. Nou, dat is niet reëel.
En hoe je de bouwproductie kunt stimuleren. Hoe je ervoor kunt zorgen dat investeerders weer gaan investeren. Dus ook particulieren en ook institutionele beleggers. Nou, en daarvoor moet je dus gewoon een rendabele business case moet je gunnen aan die investeerders. En dat moet ook duidelijk zijn wat dat is. Nou, wat ze bijvoorbeeld hier in Amsterdam wel goed doen, vind ik. Of, ja, hoewel dat ook nu problemen oplevert. Maar dat ze met investeerders om tafel gaan zitten. Van, wat wil de gemeente nou? Wat vinden zij als middenhuur betaalbaar? Wat is een bescheiden rendement van zo'n investeerder waar die zonder risico. Nou, en daar hoort gewoon een huurprijs bij. Als die huurprijs te hoog is, ja, dan hoort daar een subsidie bij gewoon. Dan hoort daar een lagere grondprijs bij. Kan je met elkaar afspraken over maken. En zo zou het moeten gaan. Nou, maar dat betekent dus van de private sector dat ze openheid geven in hun bedrijfsexploitaties. En van de gemeente, ja, dat ze die dingen eisen die niet kunnen. En als ze dat willen. Nou, dat is een beetje het Duitse systeem. En dan komen de subsidies gewoon om de hoek kijken. Wat we vroeger ook deden met de premiehuurregeling in de jaren 70. Had je gewoon huurwoningen. Dat zouden we nu middenhuur noemen. Dat was toen iets boven de sociale huursector. Zaten gewoon investeerders, pensioenfondsen in. Maar die kregen er wel subsidie op. Maar dan hadden ze wel afspraken dat die huur op dat niveau bleef. Ja, dat zou het moeten. Ja, maar ja, ik denk dat de kern ook is van ja, wat is betaalbaar? En vooral internationaal perspectief. Ja, wat is nou, wanneer is iets betaalbaar? Wanneer is iets een betaalbare woning? Volgens diverse onderzoeken in Nederland, 25% van ons inkomen gaat naar wonen. Maar in internationaal perspectief is dat, zijn we niet heel hoog. Ja, maar in de particuliere sector, huursector is het 40%. Hè? 35, 40% ligt veel hoger. En in de koopsector ligt het weer extreem laag. Is het gezakt zelfs, fors naar 16%. En laten we die sector nou enorm subsidiëren. Zoals ik, het is toch bijna niet uit te leggen dat ik gesubsidieerd word in mijn woon. Dat is toch pervers gewoon dat we dat doen? Ja, dat je eigenlijk je kan bijna alles lenen, zeg maar. Ik leen niet alles, maar ik heb gewoon een hypotheek en dan krijg ik rente aftrekken op. Het is toch, kom op, dat is toch niet meer. Nee. Ja, en ik denk het gevolg daarvan is dat mensen bijna geen eigen geld hoeven mee te nemen. Als zij dus genoeg leencapaciteit hebben, ze verdienen genoeg. Dan kunnen ze bijna alles lenen, een hypotheek krijgen op een woning. Inderdaad, door subsidie, door de hypotheekrente af te trekken. Ja, maar je had het over die woonlasten. En die zijn natuurlijk voor bepaalde groepen zijn die gewoon veel te hoog. Dus vooral voor die mensen aan de onderkant met die lage inkomens. En ook wel middeninkomensgroepen hier in de stad die meer dan de helft van hun inkomen aan wonen moeten uitgeven. Dat vind ik gewoon te hoog. Maar er zijn ook groepen waar het veel te laag is. Dus je moet zorgen dat daar. Dan kan je in de particuliere sector natuurlijk best wel wat meer betalen. Want daar heb je ook de voordelen van. Je hebt ook minder kosten. Dus dat mag best wel wat hoger zijn. Maar meer dan 50% van je inkomen verwonen, dat is natuurlijk niet meer normaal. Hè? Nee, dat zijn excessen inderdaad. Ja, maar die komen wel voor. Ja, hè? Die moeten ook aangepakt worden. Nee, dus je moet, wat ik al aangaf, je moet in feite een soort. En dat kun je via het NIBBE doen. En dat zou je veel meer op huishoudensniveau moeten doen. Het is ook bizar dat je zegt. In de sociale huursector hebben ze nu wel sinds de laatste 2 jaar gedifferentieerd. Maar dat je. Het maakt niet uit of je met 6 kinderen zit of 0 kinderen, bij wijze van spreken. Dan heb je toch hele andere uitgaven. En dat geldt hetzelfde een beetje voor hypotheken natuurlijk. Dat we zo bot die hypotheken verstrekken. Ja. Terwijl, ja, of ik als ik aan het begin van mijn carrière sta of op mijn eindloon, dat maakt nog wel uit. Mijn gezinssituatie, mijn bestedingspatronen, die maken heel veel uit. Als ik geen auto heb en ik ga niet duur op vakantie, waarom mag ik dan niet wat meer aan mijn woning uitgeven? Ja. En je ziet dat nu ook gebeuren. Dat mensen krijgen geen hypotheek. Maar in de particuliere sector betalen ze veel meer. Ja, het valt niet te rijmen inderdaad. Dat mensen worden gewoon boos daarom. En dat is nog terecht ook natuurlijk. Dus ik vind wel dat we echt wel moeten met elkaar moeten vaststellen. Nou, dit zijn door de politiek, hè, die moeten dat doen. Dit zijn acceptabele woonquotas. En of het nou 35, 30 of 40 is, dan moeten politici maar bepalen. Vind ik. Daar hebben we ook allemaal normen voor. Die hebben we ook in de koopsector. Dus het zou je zo kunnen transporteren in de huursector als je dat zou willen. Alleen zou ik het dan iets meer differentiëren naar huishoudensgrootte. En misschien ook wel naar betalingsgedrag en voorkeuren. Maar dat is de uitgangspunt. En dan is het natuurlijk vervolg. Ja, hoe organiseer je dat? Ja, en als je bij sociale huurwoningen is dat duidelijk. Hè? Dan gaat dat vanuit het verleden en vanuit de revolving fund en dergelijke. En bij beleggers, ja, dan moet dat gewoon. Dan moet een fatsoenlijk rendement hoort daarbij. En als dat niet past, ja, dan is maar één gevolg. Is dat je dan dat je dat aanvult. Ja. Of je zegt van, nou, dan moeten corporaties het doen. Maar ja, dan moet je daar de subsidie brengen. Dus ja.
Ja. Maar die keuze moet wel eerst gemaakt worden. En nu maken we die keuze niet. En zie je dus dat er hele specifieke groepen echt met enorme woonquotas te maken hebben. En heel veel groepen, ook met hele lage, die heb je ook. Ja, ja. En die subsidiëren we dan. Nou, je hebt dus met jouw essay heb je dus in ieder geval keuzes die heb je op een presenteerblaadje gegeven aan de politiek, ja. Aan de NSC, aan Pieter Omtzigt. Nou ja, ik heb het breder geschreven. Ja. Ik heb het ingeleverd bij hem. En, dus ik bedoel, ja, iedereen kan daar zijn voordeel mee doen. Het is mijn analyse. Hè? Dus ik heb ook een analyse van de problemen gegeven en dan de oplossingen. Ja. Dus niet, want dat zie je ontbreekt vaak. Hè? Je ziet vaak alle instrumenten zonder dat er vaak nagedacht is van ja, wat is nou eigenlijk het probleem? Maar het lost er nou eigenlijk op. Sterker nog, we hebben waar we net over spraken, we hebben heel veel instrumenten ingevoerd die alleen maar problemen veroorzaken. Ja. Ja, dus inderdaad, je hebt en een analyse gegeven van de problemen, maar ook de oplossingen daarbij. Dus nu dat aan de politiek welke keuzes er gemaakt gaan worden. Dus dat heb je heel goed gedaan. Maar dan als we kijken naar een ander bureau wat een analyse heeft gedaan van de woningmarkt met ook een oplossing. De STEC-groep, jou wel bekend waarschijnlijk, die heeft een onderzoek gedaan naar de potentie van splits en optoppen. Ja. Daar wordt er ook een probleemanalyse en oplossingen voor dat het grote tekort wat we hebben van 400.000 woningen. Eigenlijk zeggen zij heel simpel van nou, als wij gaan splits en optoppen, als we het meer gaan stimuleren, kunnen er tot 260.000 woningen kunnen er worden toegevoegd aan de woningvoorraad door de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Mm-hmm. Hoe kijk jij naar dat rapport? Nou, kijk, het werd vanuit de ruimtelijke invalshoek ook ingegeven. We hebben te weinig ruimte en zo. We hebben op zich voor die woningen hebben we voldoende plancapaciteit, noemen we dat dan. Dus dat kan. Maar ik denk dat zeker in steden dat heel erg voor de hand ligt. We krijgen steeds kleinere huishoudens. Hè. We hebben ook ten opzichte van de rest van Europa zitten een beetje aan de bovenkant qua ruimtegebruik. En dat zie je ook al die grote steden in Europa, zie je dat mensen gewoon als ze in de stad willen wonen, gewoon kleiner gaan wonen. En we hebben natuurlijk, wat jullie ook doen, we hebben natuurlijk heel veel ook niet-woongebouwen die je uitstekend kunt transformeren tot kleinere woningen. We hebben villa's waarvan je afvraagt waar vaak een oudere inwoont in zijn eentje. Ja, dat ligt natuurlijk erg voor de hand om dat in te gaan zetten voor splits. En optop is natuurlijk ook prima. Ja, dan gebruik je die ruimte optimaal. Alleen, daar hoort wel een business case bij. En veel optop, je zit er misschien wat beter in, maar veel optopprojecten kunnen eigenlijk alleen maar uit als er toch gerenoveerd wordt, die mensen gaan weg. Als je dat moet doen met al die bewoners in dat pand, dan is dat niet te doen. He, dus als je zo'n gebouw gaat verduurzamen en je gaat het toch zwaar aanpakken, dan is het natuurlijk heel handig om de 1 of 2 verdiepingen op te zetten. Maar ook daar geldt weer, hetzelfde als bij reguliere woningbouw, dat het exploitatie technisch vaak toch een ingewikkeld verhaal is. Ja, je moet mensen natuurlijk een vervangende woonruimte doen, je moet ze herplaatsen. Het is best wel ingewikkeld. Ja, maar als een van de... Kijk, eigenlijk zijn er volgens mij 3 belangrijke oplossingen. Als je kijkt naar wat moeten we nou doen. We moeten meer woningen bouwen. Dat gaan we gewoon niet doen de komende paar jaar. Dus, maar dat zouden we wel moeten doen. Het tweede is natuurlijk inderdaad je de bestaande voorraad gewoon veel efficiënter gaat inzetten. En daar hoort ook splitsen bij. En daar hoort transformatie bij. En ook eigenlijk is transformatie ook toevoegen. Hè? Want dan pak je andere gebouwen die transformeren. Maar dat zou je bij de eerste kunnen rekenen. Maar ook splitsen hoort daarbij. Ja. En de derde hoofdrichting die we op korte termijn kunnen inzetten is gewoon tijdelijke woningen. We hebben Van Wijnen gaat nou zijn productie ook opvoeren naar 1000 woningen. We hebben zoveel van die concepten ontwikkeld. Waarbij je gewoon, dat zijn gewoon goede. Hè, er wordt vaak referentie gemaakt met containerwoningen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet meer zo. Het zijn gewoon best wel goede woningen. Alleen dan moet je een plek hebben. En een business case. Je moet zorgen dat die woningen er niet 15 jaar kunnen staan, maar dat ze een exploitatieduur hebben van 30. En dan kan het wel. Dus dan moet je met elkaar bedenken. Nou, we zetten ze eerst daar neer, maken afspraken. En zetten we ze een paar jaar later daar neer. En nog beter is dat je de bestemming verandert dat ze langer kunnen. Dat kan ook. Ja. Maar dat zijn wel de en eigenlijk, dat heb ik nog niet genoemd, hè, maar dat hoort er wel bij. Moeten we natuurlijk ook zorgen dat we die... Ja, dat we toch wat doen aan al die bezwaarschriften en dat zand in de motor gooien. Want dat is natuurlijk het probleem. We hebben te maken met een insiders-outsidersmarkt. En je ziet dat de insiders alles uit de kast halen om maar te zorgen dat die outsiders buiten spel blijven staan. Dat is ongeveer wat er gebeurt. Die gooien continu zand in de machine.
Ja, daar moet, en daar heeft de jongen natuurlijk voorgesteld om die ene procedure eruit te halen. Als ik nog maar één keer in bezwaarschrift kan. Want je kan in feite bij grote plannen kun je 3 keer bezwaar maken. Ik heb bij de omgevingsplan, ja. Dan kan je nog een keer bij de bouwvergunning, kan je nog een keer een hoger beroep. Ja, ja, daar moeten we echt iets aan doen. Dat vergt gewoon aanpassing van wetgeving ook. En ook die woningzoekenden in een sterkere positie zetten. In Overijssel hebben ze nou een project dat heet Ik Wil Hem. Hè? Ja. Ja, dan hebben ze gewoon een aantal woningzoekenden georganiseerd in een soort vereniging. Ja, en die gaan gewoon naar die inspraakavonden toe. En als er dan weer eens iemand komt die zegt van ja, maar dat kan niet gebouwd worden, want dan laat ik mijn hond altijd uit. Dan zegt iemand anders daarvan tegen zijn gemeenteraad. Ja, maar ik kan mijn gezin niet starten. En dan krijg je toch een andere discussie. Eigenlijk moet het Yimby worden. Yes in my backyard. En dat is echt een hele vervelende, beperkende factor nu. Dus daar moet je ook wat aan doen. Ja, inderdaad. En vaak is het, jij zegt inderdaad yes in my backyard. Maar vaak is het bij de meeste mensen not in my backyard. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat is het ook. Het is Yimby. Ja. En dat faciliteren we ook door ze eindeloos te laten procederen. De Raad van State liggen nu grote woningbouwprojecten al bijna 2 jaar stil. Ja, de Merwede Kanaalzone in Utrecht, Valkenhorst bij Wassenaar en Valkenburg. Grote locaties. Ja, dat is onbestaanbaar, vind ik, dat we dat op deze manier organiseren. Ja. En het gevolg is dat je dan na 2 of 3 jaar dat je dan het plan weer kan omkatten. Want dan kan het niet meer, weet je. Ja, dat is natuurlijk om gek van te worden, vind ik. En daar kan de politiek echt wel wat aan doen. En dat, ja, dat moeten we gaan aanpakken. Dat. De nieuwe omgevingswet helpt er ook niet bij. Nee, ja. Dus ik vond op zich, daar ben ik ook. Het is heel ingewikkeld, die omgevingswet. Want daar ben ik ook, acht ik mezelf niet deskundig. Maar wat in ieder geval wel gebeurt, is ook weer de timing. Ja, misschien had het niet anders gekund, want het was al 2 keer uitgesteld. Maar juist op dit moment dat ding invoeren, betekent gewoon heel veel extra jurisprudentie weer en vertragingen. En iedereen moet ermee leren werken. Dus het komt weer op een uiterst ongelukkig moment. Maar laten we hopen dat op de middellange termijn het allemaal wat sneller kan daardoor. Ja, dat is wel wat die wet belooft. Snelheid, eenvoud, transparantie. Ja. Terwijl als we kijken naar bestaande projecten, en met name je gaf een aantal hoofdrichtingen aan. Ja. Als we nog even teruggaan naar het splitsen. Ook als je kijkt naar, de stekgroep doet dat onderzoek, dan stelt dat vast. Ja. Maar als je dan kijkt concreet naar het beleid van diverse gemeentes. Dat wisselt heel sterk. Ja, dat wisselt sterker nog. Als je kijkt naar, een aantal grote steden hebben een duidelijke huisvestingsverordening. Ja. Maar heel veel steden, kleinere gemeentes, die hebben niet eens een huisvestingsverordening. Dat is, als je maar dan kan je toch splitsen dan? Als het niet... Niet helemaal. Want toevallig bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld. In de gemeente Haarlemmermeer. Ja. Een paar jaar geleden was er nog geen duidelijk beleid. Nee. Toen belde ik een keer van, kan er niet gesplitst worden? En toen was het antwoord, dat wordt echt per pand, per object wordt dat bekeken. En daar hebben we geen beleid voor. Ja, maar dat kan. Maar dan, ze moeten toch een vergunning geven. Ja, en nu hebben ze duidelijk beleid. Echt een huisvestingsverordening met objectieve criteria waarin staat van, onder deze en deze voorwaarden mogen we tot maximaal 3 woningen mag je splitsen. Dus dat, maar dat ontbreekt nog in heel veel gemeentes qua duidelijk beleid. Dus zo'n stekgroep stelt het dan vast, maar dan is er geen ondersteunend beleid. En als het er al is, zijn die procedures vaak. Sterker nog, er is natuurlijk heel veel beleid wat het onmogelijk maakt. Hè? Ja, ja, ja. Dus ik laat ik vooropstellen dat ik denk dat het heel verstandig is dat je in bepaalde wijken niet splitst. Hè? In Carnis in Rotterdam of in Laakkwartier in Den Haag. Daar moet je natuurlijk niet gaan splitsen. Daar is al sterke overbewoning. Dus de leefbaarheid staat daar zwaar onder druk. Maar je hebt ook jaren 30 buurten met villa's. Wat de gemeente Bergen nu ook stimuleert. Maar heb je in Den Haag ook in het Noorderhout. Ja, daar mag het officieel ook niet. Maar dat is natuurlijk gek. Want dat zijn gewoon villa's. Daar kan je prima starterswoningen in maken. Die kunnen jullie echt aan de slag. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje pervers dat je dat niet toestaat, vind ik. Ja. En dat doen we ook weer bewonersprotesten. Want die hebben natuurlijk liever niet dat daar wat meer mensen komen wonen. Ook wat mensen met misschien die wat in hun ogen overlast gaan geven. Parkeerdruk ontstaat er misschien. Ja, dat zijn allemaal dingen die kloppen. Maar die woning, als we daar allemaal aan blijven voldoen, dan gaan we de woning ook niet oplossen. En ze worden vaak ook heel inefficiënt bewoond. Er wonen vaak 1 of 2 mensen in die villa's. Dus als ze vrijkomen, kom op. Ja. Dus ik vind het echt een gemiste kans, hoor. Ja. Ja, zeker. Ondanks dat het inderdaad een gemiste kans is over Nederland breed, zie ik in Amsterdam toch dat er duidelijk beleid is. In Amsterdam wordt er regelmatig vergunningen verleend voor splitsingen. Sterker nog, wij helpen er heel veel mensen mee. Ja. Dus wij hebben ook best wat woningen toegevoegd in de afgelopen jaren. Dus, we hopen dat meer gemeenten daar een voorbeeld aan nemen. Ja. Ja. Maar je ziet hele grote verschillen inderdaad. Hè? Dat is wel opmerkelijk. Ja. Ja. Ja.
Dus wij hopen dat veel meer gemeenten dat voorbeeld gaan volgen. Maar misschien een laatste afsluiting, want we hebben heel veel oplossingen besproken. Ja. We hebben wat maatregelen besproken. Nou, helaas is de opgave, de grote opgave, die blijft. Dus we hebben nu een aantal dingen besproken die we kunnen doen om dat tekort naar beneden te brengen. Mm-hmm. Misschien toch nog iets wat als heet hangijzer boven de markt hangt. Mm-hmm. De wet betaalbare huur. Ja. Dat is toch iets wat waar ook heel veel over gediscussieerd is. En waar voor jouw mening natuurlijk al heel vaak gevraagd is aan diverse talkshowtafels en diverse programma's. Nou, volgens mij, hoe het er nu voor staat, wordt het 1 juli zal het worden ingevoerd. Ja. Maar het ligt nu nog bij de Tweede Kamer. Ja. Als dat dan wel wordt doorgevoerd, zoals hij nu voor ligt. Wat is dan jouw verwachting qua bijvoorbeeld het aandeel vrij sector huurwoningen? Want die hebben we dan ik denk niet dat het... Kijk, er zijn een aantal aanpassingen al doorgevoerd. Hè? Dus ook voor de nieuwbouw met name. Maar er is een ander probleem. Het is heel lastig om vast te stellen wat nou het effect van die wet zal zijn. Want überhaupt staat de productie van middenhuurwoningen al zwaar onder druk. Maar dat komt niet zozeer door die wet, maar gewoon door de marktomstandigheden. De opgelopen rente en door de hoge woningprijzen. En de bouwkosten die gestegen zijn. Dus ik denk dat op zich het effect van die wet wel mee zal vallen. In die zin dat het in ieder geval niet gaat helpen. Maar het is vooral een cumulatie van maatregelen. En wat ook de marktpartijen zeggen van nou, oké, het is wel acceptabel, IVBN en NEPROM zeggen dat, maar pas dan die overdrachtsbelasting aan ook, breng die terug. En dat is ook voor kleine particuliere beleggers natuurlijk ontzettend belangrijk dat die. Maar ik ben wel bang wat er gaat gebeuren nu, hoor, want dat is wel dat die iets breder dan alleen maar die wet betaalbaar huur. Maar ik ben bang. Kijk, de vrije sector boven de 1123, dat gaat van 240 naar 120.000 terugzakken. Dus het wordt een hele kleine sector met een gigantische vraag. Nou, dan hoef je niet na te denken wat daar gaat gebeuren. Ja. Prijsexplosies, onbetaalbaarheid. Dus dat ga je ermee organiseren. Dan blijft volgens de berekeningen blijft het middensegment blijft gelijk. Er gebeurt nu al heel veel buy-to-let verhuurders, die zijn hun woningen nu aan het verkopen. Dus en er zullen verhuurders zijn die zeggen, ja, daar heb ik geen rendement meer nu. En trouwens, dat ontkent Hugo de Jong, hè? Die had dan ben je blind. Je ziet nu op allerlei plekken, zie je nu dat verhuurders, makelaars de opdracht geven, zodra die woning leeg komt, verkopen hem. Ja. Dus het gaat gewoon gebeuren. En natuurlijk dat je dat nu nog niet ziet in de statistieken van vorig jaar, dat lijkt me duidelijk. Dus een deel van dat middensegment, dat gaat gewoon verkocht worden. Dus dat is voor de huursector contraproductief. En dan hebben we nog het sociale. En dan zou het sociale segment zou groeien. Nou, daar zal ook een deeltje van verkocht gaan worden. En dat zal dan misschien nog. Maar een ander probleem wat we gaan krijgen is gewoon de zwarte markt. Ja, gaat in feite een beetje illegaliteit ga je organiseren. Want jij hebt straks die woning in de verhuur. Het gebeurt nu al bij institutionele beleggers. Hè? Dan worden de verhuurmedewerkers al onder druk gezet. Ik wil die woning en wat heb ik ervoor over? Die wordt overboden. Ja. Maar er gaan natuurlijk ook onder tafel allerlei dingen gebeuren die je helemaal niet wil. Dus als je te ver van de markthuren gaat afwijken, dan krijg je allemaal dit soort illegale toestanden. En dan zijn die gordijnen ineens heel veel waard. Of ik laat ineens wat briefjes vallen. Ja. Dat werk je in de hand. Dus je moet dat eigenlijk gewoon niet willen op deze manier. Je maakt een systeem wat volgens mij ook in de praktijk niet gaat werken. Dus vanuit dat oogpunt heb ik toch wel hele grote vraagtekens hoor, bij deze wetgeving. Ja. Ja, en ook de Raad van State had vragen. Ja, dat vond ik niet zo'n heel sterk advies van de Raad van State. Maar goed, oké. En een deel van die... Ja, dat werd helemaal niet. Het werd gewoon opgeschreven, maar niet onderbouwd. Dus, maar goed, die hebben inderdaad ook kritisch zijn die geweest. Maar het is vooral, vind ik, we moeten naar totaal kijken. En zo'n wet, ik ben erg voor. Van mijn part reguleren we alle huren. Daar ben ik al voor. Hè? Maar dan moet het wel op een manier gebeuren, of zoals het Duitse systeem, waarbij je nog wel het rendabel blijft om te investeren. Ja. En dan kun je de excessen voorkomen. Dus we hadden eigenlijk een systeem moeten hebben waarbij je gewoon excessen voorkomt en waarbij je investeringen stimuleert. Dat hebben we nu nodig in feite in deze context waar we nu in zitten. En we hebben niet wetgeving nodig die alleen maar de huurders beschermt en ervoor zorgt dat niet meer geïnvesteerd wordt. Want dan zijn er heel veel groepen zijn de problemen. En dan wordt natuurlijk vaak gezegd, ja, dan moet de sociale huursector dat doen. Nou oké, dat kan, maar dan moeten we eerst naar Europa. Moeten we dat maar zien te regelen. En de overheid zal gewoon ook dan heel veel financiële middelen moeten meebrengen. Want die corporaties die kunnen dat ook niet vanuit in deze context. Dus ook dat is niet een eerlijk verhaal als je dat vertelt. Dus ja, ik ben wel... Ja, dat is ook wel een beetje dat verhaal wat ik had van een zieke patiënt. Ja, dit is wel ziekmakend natuurlijk, zoals het nu georganiseerd gaat worden. En we eindigen straks met gewoon een dalende productie en een verder oplopende
vraag. En eerder we dat weer gerepareerd hebben, ja, dan moet ik nog zien dat ik dat ga meemaken. Ja, en dan werken die maatregelen dus eigenlijk contraproductief. Ja, nou ja, als je, ja, ze zijn bedoeld om, nou, ja, ze werken in die zin wel productief, ja, dat je gaat wel de huren, je reguleert wel de huren, dus de betaalbaarheid, oké, dat is geregeld, maar de collateral damage is enorm van, en met name de combinatie met een aantal van die maatregelen. Ja, want ook als je kijkt naar de lessen die we bijvoorbeeld uit het buitenland kunnen leren, want bijvoorbeeld Berlijn is, ja, dat ook getracht. Ja, dat is natuurlijk extreem daar geweest. En Zweden is het, in San Francisco, ja, dat zijn allemaal... Spanje hebben ze ook, ja, Spanje, gedaan. Plekken waar, ja, ja, het is allemaal, heeft allemaal geleid tot minder investeringen. Ja, en ook volgens mij tot een exploderende huurprijs uiteindelijk, waardoor het weer teruggeschroefd is. Ja, dat stukje wat ongereguleerd is dan. Ja. Ja, nee, maar dat kun je ook aanzien komen. Ja, inderdaad. Dus met, kun je wachten, ja. Ja, dus dan denk ik van, oké, de lessen die daarna geleerd zijn, dat we die dan niet meenemen in onze eigen wetgeving. Nee, dat, ja, maar dat, ja, zo is politiek, hè. Dat is toch een beetje, ja, inspelen op de sentimenten en te weinig naar het totaal kijken. Ook wel, ja, het is ook, het woonprotest heeft natuurlijk ook echt wel aan bijgedragen. Die heeft natuurlijk heel erg zijn pijlen gezet op. En daar is ook veel mis in die particuliere sector. Dat moet ook aangepakt worden. Daar ben ik ook erg voor die wet goed verhuurderschap. Maak maar een vergunningenstelsel voor verhuurders. Ook die boetes als mensen zich er niet aan houden. Ja, en dat kun je wel ook wel. Dat is ook wel. Kun je ook wel, ja, je hebt het als verhuurder ook wel een beetje over jezelf heen geroepen. De verhuurders hebben daar te weinig oog voor gehad. Om gewoon zelfregulering en hygiëne in de sector is natuurlijk ver te zoeken geweest. Hè? Ja. Dus daar zit ook wel een probleem, echt hoor. Maar ja, nu is het. Ja, vanuit de overheid is het ook niet handig hoe we het nu organiseren. Dus, ja. Nee, zeker niet. Maar ik denk ook dat, ik vind het juist goed. Ik juich die wet ook toe. Ja. Ik denk dat, ja, wij lijden nu onder de rotte appels. Precies. Want als je kijkt naar, ja, maatschappelijk gezien, de publieke opinie over een vastgoedbelegger. Ja, we staan er niet al te best, nee, op. Nee, je moet niet op een feestje vertellen. Nee. Nee, terwijl, en kijk, en wat er ook wel vergeten wordt, er wordt ook wel door initiële beleggers vaak geroepen van, ja, maar wij zijn degene die nieuwe woningen organiseren. Ja, dan vergeet men dat op een gegeven moment die woningen uitgepond worden en dat die dan altijd vaak door kleinere beleggers worden aangekocht. Plus het feit dat, wat jij ook doet, die kleinere beleggers, die voegen substantieel woningen toe aan de voorraad. En dat wordt dan gewoon, ja, dat telt dan niet. Nou ja, dat vind ik heel raar. Ja, ja. Ja. Nou, ik vind het mooi dat je vandaag je inzicht hebt gedeeld over de woningmarkt. We hebben er heel veel van kunnen opsteken. Ik ben benieuwd wat er zo meteen gaat gebeuren met, want men is bezig met de formatie. Ja. Wat dan het daadwerkelijke beleid gaat zijn. Dus dank voor je bijdrage vandaag. Ik wil het graag afsluiten vandaag met de centrale vraag waar we mee begonnen. Van hoe we het woningtekort oplossen, maar met name ook op jouw, zeg maar, jouw beeldspraak over de zieke patiënt. Ja. Binnen welke termijn denk jij, op basis van de gegevens die we nu hebben, dat de zieke patiënt weer beter gaat worden? Ja, dan ga ik toch zeker over een decennium. Decennium, zo. Minstens, ja. Want bedoel, we gaan richting een tekort van 500.000 woningen. En de migratie loopt gewoon door. Dus de vraag neemt enorm toe. Gezinsverdunning gaat ook gewoon door. Hè? Dus we komen ook kleinere huishoudens, meer huishoudens. En de productie gaat de komende tijd dalen. Dus daar ben ik vrij somber over, hoor. En, ja. En ook wel het feit dat ik zie bij ook bij veel politieke partijen ze toch te weinig financiële middelen beschikbaar stellen. Ja, ben ik vrij somber over dat punt. Oké. Nou, waarvan akte? We gaan het volgen. We hopen dat het niet uitkomt. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Nou, moet ik zeggen, ik ben altijd wel heel optimistisch. Hè? Als er ergens een sprankje blauw in de lucht is, dan zie ik hem. Maar in dit geval ben ik toch wel, ja, er moet echt wat gebeuren nu. Ja. Nou, we gaan het volgen. Wellicht dat we je over een tijdje weer kunnen spreken om te kijken waar we dan staan. Ja, waar we daar, dat is goed. Ja. In ieder geval, dank voor je bijdrage vandaag. Graag gedaan. Nou, dank voor het kijken en luisteren naar deze boeiende podcast met de hoogleraar Peter Boehouwer. Nou, wil je meer van Peter Boehouwer? Volg hem op zijn eigen social media kanalen, op LinkedIn of op X, Twitter. Of volg de social media kanalen van de Real Estate Masterclass. En we zien je graag bij een volgende video.